natuur en gezondheid. Agrariërs in heel Nederland hebben er vol spanning op gewacht. Het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Daarmee moet de lucht worden geklaard tussen boeren en het kabinet dat de uitstoot van stikstof in 2030 wil halveren. VVD-corrivee Remkes presenteerde woensdag zijn bevindingen en toonde begrip voor de bezorgdheid onder boeren. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Alsof het allemaal hun schuld is. Er waren veel geluiden in die we afgelopen jaar onder de boeren veel hebben gehoord die dan weer terugkomen. En dat geeft wel een stukje erkenning. Dat er wel gehoord is naar alle acties die er gedaan zijn. Voor mij zijn de belangrijkste conclusies dat Remkes de boeren begrijpt. En hij geeft de twee ministers ook die opdracht mee om ook die boeren te gaan begrijpen. Om op een sinaasappelkistje in het dorp te gaan staan en alle verhalen maar aan te horen eigenlijk. Hè. Het geeft mij het gevoel van, nou ja, dan willen we ook wel weer aan tafel komen zitten om te praten. Om mee te praten over de plannen die gemaakt moeten worden. Dus ik denk dat het bij mij vooral een stukje openheid schept. 500 tot 600 boerenbedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden moeten binnen een jaar stoppen. Dat is een van de belangrijkste conclusies die Remkes heeft getrokken. Hij pleit voor een ruimhartige regeling voor vrijwillige uitkoop. Maar bij onvoldoende animo is het ook een optie om vergunningen in te trekken. Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel te lang vooruit zijn geschoven. En dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Anders zal de natuur niet kunnen herstellen. Wat ik wil horen. Ja, wat ik wil horen. Ja, dat er gewoon eigenlijk dat er echt perspectief is voor boeren en voor alle bedrijfstypes in alle polders. En ik zou eigenlijk willen horen dat er uiteindelijk na volgend jaar dat er geen ene boer gedwongen is moet stoppen. We hebben in de afgelopen periode ook gezien dat de overheid uit zulke soort adviezen alleen de beste dingen, de gunstigste dingen voor hun haalt en de rest toch links laten liggen. Ja, dat vind ik niet eerlijk, maar dat is wel een beetje waar ik bang voor ben. En waar we dus ook als boeren keihard tegenin zullen gaan. Als je A zegt uit dit plan, moet je ook B zeggen uit dit plan.